Ja, en in het Vastelovenscafé hebben we aan de barstel Marina Klaassen. Marina, fijn dat ze er is. Ik heb even een speakbriefje gemaakt. Ik zie van alle stormen, Marina, moest me Giel even helpen. Ik zie storm TVK 2010. Neem ik even terug 13 jaar geleden, want toen begon het een beetje geluidig, ja? Oh, ja, dat klopt. Ja, toen was ik nog een kleine blaagje, noemen ze dat, op een ruiver. En ja, goed, daar heeft pap me eigenlijk geliegen en betrokken. En die heeft liedjes voor me geschreven. Samen met een aantal tekstschrijvers. En heb ik samen een vriendinnetje begos. En een blage liedjesmiddag en zo doorgegroeid. KVL, TVK en nu LVK. Ja, precies. Want u bent helden in de wegen tummeren. 2023, vastgelovend, dat besteeg. Nieuw liedje, pap geschreven, heb je ze mee ingefluisterd. Wat is dat? Zit je samen en tofel en dan zit je te eten. En dan, of kom ze bij pap man bezoeken en wordt er dan gezegd van... We gaan samen een liedje schrijven, of wie gaat dat dan? Nou ja, dat ontstijde altijd een beetje, hè. Vorig jaar voor het eerst meegedaan in Blierik aan liedjesavond. En daar werd ze voor gevraagd. En ja, die kans die greep ik natuurlijk. Want ik wil ook een keer ergens anders kijken als alleen op een ruiver. En dat is natuurlijk mijn eigen dorpje. Maar het is ook leuk om eens te kijken wie het ergens anders gaat. En ja, zo hebben Laurens en Hannelore Winter mij benaderd. En samen met pap de muziek gemaakt. En door is vastgelovend dat bestegoed ontstaan. Ja, en ik zie staan de kunst van de ruiver. Ja. Maar ik zie ook wel Blierik staan. Ja. Dat moest Michiela voel leggen. Ja, ik kom van Opperruiver. En ja, goed, ik ben benaderd voor de liedjesavond in Blierik en ook in Venlo afgelopen jaar. Ook in meegedaan, dus Opperruiver, in Blierik en in Venlo. En ja, dat is wel dat is goed uit de bus gekomen, om iets te zeggen. En dan hebben we helaas, ik heb minder jaren gehad, hè. Vorig jaar was het eerste jaar dat het weer allemaal kost en mocht. En is het dan zo dat ze dan, dit eerste jaar na corona, dat ze dan er hel tegenaan gijzen? Of is het dan nog even een beetje aanvachten gijzen dit jaar echt het helemaal doorpakken? Nou ja, goed, ik heb al een goede planning voor mij op de computer. Ik dacht, eerst wordt het veld voor mij, maar langzamerhand komt er van alles binnen. En dat is wel hartstikke chic om te zien. En, ja. als mensen dit nou aan het werk willen zien, wat moeten ze zien? Nou, vooral eigenlijk in Blierik. Daar speelt het zich wel veel af. Op Ruiver natuurlijk ook. Maar dat zien we al de plekjes een beetje groeit van Loel, om ik zo zeggen. En Ruiver erbij. Nou, ik wens zich een fantastisch vastlovenseizoen. Maak ze gek. En vastloven, dat besteeg. Marina Klaassen, dames en heren. En vooral nog niet nog bed, nog meer dan bed. Lach, mensen, lach, wie een bloem in het morgen roet. Lot ook zijn nuutjes kleuren en de strup buurt lachend goed. Lach, ogen en duik, kom deel juks met. Op hol slijt wie een loftrompet. Gooi los hier en vooral nog niet.
altijd wie een lof trompet. Gommie los, hij en vooral.